In deze tutorial ga ik een computermuis modelleren. De muis krijgt een gebogen deellijn en de vorm van die deellijn ga ik met Derived Sketches een paar keer doorkopiëren naar andere plekken in het model. Het bovenhuis en het onderhuis krijgen weer een aansluiting met een lip groove verbinding. Ik begin met een schets op het frontplein en daarin ga ik de vorm van de deellijn aangeven. Een deellijn is een van de belangrijkste punten van een kunststofproduct. In dit geval ga ik de vorm van die deellijn een paar keer doorkopiëren en dat doe ik dan vervolgens met Derived Sketches. Nou, die spline waarmee ik de deellijn teken, ga ik volledig bematen. Dus ook de lengte van de hendel geef ik aan. En dat doe ik ook aan de andere kant. Als de deellijn klaar is, dan sluit ik de schets af. En dan ga ik die hele schets doorkopiëren door de schets te selecteren en het frontplein. Dat is het plein waar de kopieschets op terecht komt. En dan kies ik via Insert Derived Sketch. Kopieer ik de volledige schets en dan zie je dat de hele schets vrij te bewegen is. En die kun je vervolgens een maat geven ten opzichte van eerdere geometrie. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de manier waarop parts in een assembly worden gemeten. En dan maat ik ook de verticale afstand, 1,5 mm. En dan heb ik een kopieschets gemaakt. En dat is een zogenaamde derived sketch. Als ik nou de originele eerste schets aanpas qua geometrie, qua vorm, dan verandert die derived sketch, die verandert qua vorm mee. Ik ga nog een keer een kopie plaatsen van diezelfde eerste schets. En deze die komt onder de andere deellijn terecht. En ook op een afstand van 1,5 mm. En dat wordt de hoogte van de lip groove aansluiting. Ook deze schets sluit ik weer af. Dan begin ik een nieuwe schets op het frontplein. Dan neem ik die drie gebogen lijnen, die neem ik over in deze schets, want dit wordt de echte referentieschets en daarna kan ik ook de drie eerdere schetsen uitzetten. Dan ga ik de vorm van de bovenkant van de computermuis tekenen. In deze schets geef ik ook aan waar het wiel van de computermuis komt. Diameter van 25 mm.
24 mm van de voorkant. En dan moet ik alleen nog aangeven van hoe ver die precies uitsteekt ten opzichte van de contour van de computermuis. En om dat goed aan te geven, ga ik een paar hulplijnen construeren. Dan teken ik een extra punt op de contour en die maak ik coincident met die hulplijn. En dan kan ik de hoogte aangeven waarin die uitsteekt ten opzichte van de contour. Dat wordt 2 mm. En deze constructielijn die ik hier getekend heb, die heb ik ook 25 mm lang gemaakt. Gelijk gemaakt aan de hartlijn van die cirkel. Maar die ga ik straks gebruiken om een vlak in de bovenkant van de muis te definiëren. Waar het computer scrollwiel doorheen gaat steken. Nou, tenslotte geef ik nog aan waar het bodemvlak van de muis terecht gaat komen. Dat doe ik ook aan de achterkant. En de vorm van die contour die komt later in andere schetsen, dus die hoef ik niet in de referentieschets aan te geven. Ik probeer die referentieschetsen ook zo leeg mogelijk te houden, dus alleen maar de hoofdgeometrie en de hoofdbemating zet ik in die referentieschetsen. Wat op zich wel handig is om even nog die tussenafstand in de referentieschets aan te geven, maar dan zet hij die maat als een grijze maat erin. Dus dat betekent dat die dimension driven is. Dus die kan ik zelf niet wijzigen in deze schets, omdat die al in een andere schets bepaald is. Maar het is wel gewoon handig dat in de referentieschets van het front, dat die maat makkelijk te herkennen is. Nou, dan zet ik even de maten nog een beetje op een goede plek. En dan is de referentieschets van het frontaanzicht, die is klaar. En dan kan ik doorgaan met een referentieschets van het topaanzicht. Ook hier begin ik weer met een vierkante box. Alleen de lengte daarvan moet ik overnemen uit de referentieschets van het topaanzicht. Dus die maak ik coincident. En dan geef ik de breedte van de computermuis aan en dat doe ik weer over de hartlijn. Omdat ik de totale breedte van de muis wil aangeven. En dan ga ik ook gelijk de breedte van het bodemvlak aangeven. Die wordt 57 mm. Dan ga ik met een spline de contour van de muis tekenen. Tweede punt, het derde punt van de spline komt weer op die hartlijn terecht. Vierde punt maakt niet zoveel uit, dat ga ik zo recht zetten. En het. Eerste, tweede, derde, vierde, ja. En het laatste punt is weer het eerste punt. Goed. Even kijken. Nou, die twee punten die nu nog vrij in de ruimte staan, maak ik eerst symmetrisch. Dus die selecteer ik beide samen met de symmetrielijn. En dan kies ik voor een symmetric relatie. Dan laat ik hem raken met de buitenste constructielijn.
laatste punt maak ik coincident met die constructielijn die ik al bemaat heb. Goed, dan ga ik ook de vorm van het bodemvlak erin tekenen en doe ik weer op dezelfde manier als de buitencontour. Dus ook deze twee punten maak ik symmetrisch ten opzichte van de symmetrielijn. En dan laat ik hem raken aan die andere constructielijn. En die punten die ga ik op dezelfde constructielijn aan de voorkant zetten. En nou heb ik in de schets van het frontaanzicht heb ik al het bodempunt aangegeven. Dus die geef ik een coincident relatie. En doe ik ook aan de achterkant. En als het goed is, is die dan volledig bepaald. Ja. Nou, dan ga ik in deze schets ga ik ook de vorm tekenen die de buttons straks krijgen. Teken ik eerst een constructielijn die haaks op de contour staat, perpendicular. De lengte die maak ik even gelijk aan die andere constructielijn. Ik teken deze constructielijn even te lang en dan maak ik hem vervolgens weer coincident met de buitenlijn. Dus ik kan hem nog wel horizontaal bewegen nu. Nou, dat eerste punt dat geef ik een afstand van 32 mm tot de voorkant. En dan bemaat ik ook die tussenafstand en die wordt 20 mm. En dan ga ik daartussen een spline tekenen die de vorm van de button gaat aangeven. De spline maak ik tangent aan de ene kant en aan de andere kant. Zometeen komt er een spleet tussen het achterbehuizingsdeel en de button. Even kijken, die spleet die wil ik aan de andere kant leggen. En die ga ik 1/18 breed maken. Ten slotte wil ik nog één constructielijn toevoegen. En die ga ik verticaal maken. En die constructielijn die ga ik straks, die ligt dus nu precies op het breedste punt van die contour. En die ga ik gebruiken om straks bij dat bolle bovenvlak een soort extra hulpcurve te tekenen die vorm beter definieert. Goed, en dan heb ik ook de referentieschets van het topaanzicht klaar. Dan ga ik een vlak aangeven wat precies over die middenlijn heen ligt, haaks op het topplane. Insert reference geometry plane. En dan ga ik ook een vlak aangeven bij het scrollwiel. Even kijken, haaks op die constructielijn en op de frontplane. Insert reference geometry plane. En op die laatste plane
ga ik een schets tekenen en dan geef ik de vorm aan van het vlak waar het scrollwieltje doorheen gaat komen. Nou, ik zet even wat geometrie uit. Even kijken, heeft hij die schetsen? Nee, schetsen die mogen ook even uit. En dan teken ik een ellips op die constructielijn. Gelijk de breedte aan van die ellips, 9,5 mm. En dus de referentiegeometrie die is klaar. Stop ik al die schetsen even in een mapje reference.